Hoe klein ons land ook is, Nederland kan zich internationaal meten door de succesvolle export van producten, kennis en innovatie. Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en onze ambassades ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondernemers juist in landen waar kansen en risico's groot zijn. Tuktuks zijn wagentjes die al heel lang rondrijden, maar heel vervuilend zijn, onveilig. Thailand wil naar elektrisch, alleen ze hebben te maken met regelgeving en het is toch een land wat heel erg op benzine hangt. Maar er zijn stappen en daarbij is het natuurlijk hartstikke leuk dat er een bedrijf daar aanwezig is die produceert en exporteert. En daar zijn wij de enige in Thailand. Nederlandse kennis en innovatievermogen kunnen het verschil maken in deze landen. Daarmee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het vooruithelpen van de lokale economie en aan het creëren van werkgelegenheid. Vitens Evidens is een samenwerkingsverband van de Nederlandse waterleidingbedrijven, waarin zij proberen bij te dragen aan de Sustainable Development Goals. Het goede daarvan is dat we met het overdragen van kennis in de drinkwatervoorziening natuurlijk ook bijdragen aan het welzijn van mensen elders in de wereld. Succesvol internationaal ondernemen is goed voor de Nederlandse economie. Wij kunnen een bijdrage leveren door Nederlandse technologie hier te brengen die erg energie-efficiënt is, waardoor de operatiekosten laag blijven. En waardoor de waterleidingbedrijven zelf kunnen investeren in bijvoorbeeld distributienetwerk richting de arme gebieden. Wij verwerken groente en fruit. Het idee is uiteindelijk een fabriek neer te zetten met ook farms erbij. En daar willen we ook echt de kennis die wij hebben op het gebied van biologie gaan overbrengen aan de lokale mensen. Ik zit nu 10 jaar in Afrika en naarmate ik daar kom, hoe meer kansen ik zie, waardoor je je eigen onderneming stappen kan maken, maar ook voor de lokale bevolking. Door het aanbieden van kennis, begeleiding en financiële ondersteuning bij het ondernemen in ontwikkelingslanden steunt de Nederlandse overheid ondernemers om de stap te zetten naar landen waar de vraag naar kennis en talent groot is. Wij zijn bezig met duurzame en groene dingen en wat dat betreft is de RVO echt een ideale partner om dit soort dingen mee te doen. Als je alleen bezig bent als ondernemer om geld te verdienen, is hetzelfde dat je zegt van ik ben in deze wereld alleen gekomen om adem te halen. Ik denk dat je dan niet begrepen hebt wat echt het doel is van het leven.